Goeiedag, ik ben Joran Proot en ik ben de hoofdredacteur van het internationale boekhistorische tijdschrift De Gulden Passer, The Golden Compasses. De naam van het tijdschrift dat in 1923 werd opgericht door de Vereniging van Antwerpse Bibliophielen verwijst naar het drukkersmerk van Christophe Plantin. Plantin was de belangrijkste drukker van zijn generatie. Tussen 1555 en 1589, zijn sterfjaar, produceerde zijn uitgeverij in Antwerpen ongeveer 2.500 uitgaven. Plantin is geboren in Tours, in Frankrijk, vermoedelijk in het jaar 1520. En om zijn 500ste verjaardag te vieren, heeft de redactie van het tijdschrift besloten om een special te wijden aan Plantin en de geschiedenis van de uitgeverij die door de Moretussen werd voortgezet. Dr. Nina Lamal en Chris J. Warner traden op als redacteuren van dit rijkelijk geïllustreerde nummer. Het opent met een uitgebreide en gedetailleerde uiteenzetting door Denis Palier over het bijhuis van Plantin in Parijs in de periode 1567-1577. Dit artikel wordt gevolgd door een kostprijsanalyse van de hand van Mark McConnell. Hij bestudeerde daarvoor de boekhouding van Plantin in de jaren 1560. Renaud Milazzo bestudeert in een derde artikel de productiekost en de verkoopprijs van embleemboeken uitgegeven door Plantin. Tot slot biedt Christophe Selleslag, de archivaris van het Museum Plantin Moretus, ons een inkijk in drie belangwekkende documenten die Balthasar II Moretus samenstelde voor zijn toekomstige weduwe en kinderen. In deze stukken bereidt hij de overdracht en het management van de uitgeverij voor. Het artikel van Palier is in het Frans, de andere artikelen verschijnen in het Engels. De monografie bevat transcripties van originele stukken in het Nederlands, gevolgd door een vertaling in het Engels. Alle artikels worden door samenvattingen in drie talen gevolgd. Het boek is geïllustreerd met 11 kleurenportretten van familieleden en het bevat een serie stambomen en een index. De 320 pagina's zijn gebonden in een linnenband met goudopdruk, beschermd door een mooie stofwikkel. Het ontwerp is van de hand van Louis van den Ede en Frederik Hulstaert. Je kan het boek bestellen op onze website op www.bibliophielen.be. Dank je wel.